goed slapen belangrijk is, dat weten we allemaal wel. Maar soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Als je iets ouder wordt, dan kan de kwaliteit van je slaap langzaam achteruit gaan. Een slaapoefentherapeut zou je wellicht kunnen helpen in dat geval. Ingrid Groenestein, die is van Beweegwijzer Oefentherapie in Lelystad. Zij is slaapoefentherapeut. Ingrid, heel goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, dat is een prachtig woord natuurlijk, slaapoefentherapeut. Ik probeer me daar al een voorstelling bij te maken wat je dan moet doen onder jouw leiding. Oefeningen denk ik dan voor een betere slaap, maar vertel er eens wat meer over. Ja, als oefentherapeut bieden we patiënten met slaapproblematiek inderdaad oefeningen aan. Maar we gaan vooral ook met mensen in gesprek om te kijken waar ligt het slaapprobleem nou echt. Dus jij praat inderdaad met degene die bij jou komt en dan vraag jij waar iemand over ligt te piekeren of zo? Ja, we beginnen eerst met een intake om te kijken van heeft iemand nou een inslaapprobleem, een doorslaapprobleem of wordt hij veel te vroeg wakker of is het een combinatie daarvan? En verder gaan we kijken hoe iemands leven eruit ziet, omdat hoe je overdag leeft grote invloed ook weer heeft op je nachtrust. Ja, kun je daar een concrete tip voor geven? Want ja, dat je 's avonds laat geen koffie meer moet drinken, dat weten we allemaal wel. Maar wat voor soort dingen staan we nou minder snel bij stil? Bedoel je dan vooral voor de ouder wordende mens of in het algemeen? Nou ja, voor iedereen, maar vooral voor de ouderen natuurlijk. Ja, ik denk dat ouderen sowieso een minder actieve leefstijl hebben. En dan is het vooral wel belangrijk dat ze weer wat meer gaan doen. Oudere mensen blijven vaak ook wat meer binnenshuis. En ik denk dat het daglicht opzoeken heel belangrijk is en in de buitenlucht zijn. Maar ook gewoon sociale contacten en mensen blijven zien. Ouder wordende mensen hebben gewoon een andere breinwerking. Je gaat korter slapen, wat versnipperder slapen. En dan is het vooral ook heel belangrijk om overdag gewoon actief te blijven, om dat als tegenhanger te hebben, zeg maar. Maar bedoel je dan dat je eigenlijk simpelweg dan niet moe genoeg bent 's avonds om in slaap te vallen? Ja, en ook je diepe slaap verandert als je ouder wordt. Dus de kwaliteit van slapen wordt wat minder. En dat kan je zeg maar aanpakken door overdag wat actiever te worden. En vanaf welke leeftijd geldt dat ongeveer? Ja, het bizarre is dat we eigenlijk vanaf onze 40ste al kunnen bemerken dat de slaapkwaliteit ietsjes af gaat nemen. Maar ik denk dat het de echt oudere mens die gaat 80-90% minder diep slapen. En dat heeft echt grote invloed op hoe je je slaap beleeft. Ja, maar want die slaaptherapie voor ouderen, is die echt anders dan voor jongere mensen? Het verandert ook wel echt biologisch, zeg maar. Het brein verandert echt wat bij oudere mensen. Er wordt minder melatonine aangemaakt. Dat is een slaaphormoon. En dat maakt ook dat mensen minder goed in slaap kunnen vallen. Dus daar geef je dan hele gerichte tips voor. En wat ik net al noemde, van de leefstijl van een ouder iemand is vaak ook echt anders. Dus daar gaan we ook heel erg op insteken. Nou had ik het met Jeroen er net al over. Hè. Ik heb vroeger als puber ook slaaptherapie gehad. Dan leerde ik alles aanspannen en dan weer ontspannen. En een stippellijntje om je lichaam trekken. Hè, om die ontspanning te krijgen om uiteindelijk in slaap te vallen. Ik denk dat weet iedereen. Maar Jeroen kijkt mij met hele grote ogen aan. Van waar heeft ze het nu over? Heb jij nog een hele concrete tip voor misschien wat oudere luisteraars? Zodat je wat makkelijker in slaap kan vallen. Ja, nou die oefeningen die jij noemt, die gebruiken we zeker ook. Maar dat geldt voor alle leeftijden eigenlijk. Maar de aanpak overdag is wel heel belangrijk. Ik merk vaak als mensen dan, ze worden meer ochtendmens. En dan blijven ze toch maar lang in bed liggen. Maar dat geeft een heel rot gevoel als jij maar in bed blijft liggen terwijl je niet meer kan slapen. Dus dan zeg ik toch van hup eruit en ga toch even naar buiten toe. En zoek het daglicht op, het lampenvel aan. En dat is wel, denk ik, anders dan mensen die gewoon nog volop in het leven staan en wel aan hun activiteiten toekomen. Ja, vroeger kreeg je dan meteen medicijnen van de huisarts, slaapmiddelen. Zie jij dat verandert, dat mensen nu eerder naar jou toe komen? Gelukkig wel. Als mensen echt hele lange tijd heel slecht slapen, dan geeft de huisarts voor een korte tijd eventjes slaapmedicatie. Zodat mensen weer een beetje mens worden, zeg maar. Een beetje weer op de been geholpen worden. Want je kan je voorstellen, als je echt heel lang kort slaapt, dan ga je beroerd voelen. Maar daarna gaat het echt om een gedragsmatige aanpak. En dan komen wij in beeld als slaapoefentherapeuten. Maar is die slaapoefentherapie al algemeen genoeg bekend? Ik denk het niet. Slaapcoaches op zich wel. Alleen dan moeten mensen vaak zelf de kosten voor betalen.
En bij ons slaapoefentherapeuten worden vaak vergoed door zorgverzekeraars als mensen een aanvullende verzekering hebben. En dat weten de huisartsen wel, dus die kunnen wel naar ons toe verwijzen. Ja, maar het wordt dus vergoed inderdaad door de ziektekostenverzekeraars. Ja, vanuit oefentherapie-fysiotherapie-pakket. Nou, dan hoef je van de kosten niet wakker te liggen. Nee, tenzij mensen alleen een basisverzekering hebben en dan weer wel. Oh ja, oké. Okay. Ja. Goed. Nou goed, je hebt al een paar tips gegeven, hè, om de slaap te verbeteren. Wat ik me nog zat af te vragen, hè, bij ouderen, want je zei, ja, je kan op drie verschillende manieren problemen hebben, namelijk met inslapen, of dat je midden in de nacht wakker wordt, of dat je vroeg wakker wordt. Wat komt als je ouder wordt het vaakst voor? Ik denk dat versnipperd slapen, dat je zeg maar minder lang slaapt en ook vaker wakker wordt. En dat heeft ook weer verschillende oorzaken, want sommige mensen krijgen ook last van ademstops. Dat heet apneu. Ja. En dat zie je vaak bij ouder mensen omdat hun keelspieren wat slapper worden. Het weefsel wordt allemaal wat anders, dus dan heb je daar meer last van. Dus dan word je wakker eigenlijk uit je diepe slaap als waarschuwing. Ja, dat hebben jonge mensen minder, zeg maar. En ja, wat ik net vertelde van je slaapt minder diep. Dan vermindert ook je slaapkwaliteit, waardoor je vaker wakker wordt. En dat zien we ook meer bij oudere mensen. Ja. Nou, tips heb je net al gegeven, dat je overdag wat actiever moet zijn, dat soort dingen. Maar wat is nou een manier, want dat hoor ik ook vaak, dat je bijvoorbeeld vlak voor het naar bed gaan niet meer op je computer bezig moet zijn. Maar wat is nou een manier om zeg maar goed toe te leven naar het moment waarop je dan in bed gaat liggen? Ja, je zou je lampen al wat kunnen dimmen, dat het wat schemerig is. Nou, nu met de wintertijd is dat niet zo'n groot probleem. Het is de hele dag schemerig, hè? Ja. En oudere mensen hebben soms ook wat minder duidelijk tijdmarkers op een dag. Dat ze op minder stabiele tijden hun ontbijt, lunch, avondeten hebben. En dat is ook wel een belangrijke om het bioritme in stand te houden. Dat het lichaam ook weet s'avonds van oké, straks moeten we weer gaan slapen. En ook op vaste tijd naar bed gaan en zo? Ja, absoluut. Alleen, ja, zoals als je het echt hebt over mensen in verpleeghuizen of mensen die thuiszorg krijgen, die worden vaak al vroeg in bed gestopt, omdat dan de hulp komt. En ja, dan lig je ook vaak nog lang wakker voordat je kan slapen. Ja. Goed, Ingrid Groenestein van Beweegwijzer Oefentherapie in Lelystad. Heel erg bedankt. Ja, heel graag gedaan. En welterusten iedereen, zou ik zeggen, vanavond.